waren terechtgekomen in Oranienburg en via de plankier naar beneden. En toen kwam Walter Keus, de professor, de Groningse professor. Die kwam aan de kant, we hoorden lawaai en we keken wat daar was voordat we naar de plank. En dat was Walter Keus, mensen van zich aan het afhouden. Walter, ja. En wij van boven over de rand en hij beneden. En een paar mensen hingen aan hem. Ze willen me vermoorden, ze denken dat ik brood en ik heb niks. En hij had dan steenpuisten geleden. Hij was degene die met gist probeerde zijn steenpuisten te genezen. En hij zag er ontzettend uit. En toen hebben we hem naar binnen getrokken en toen kon hij met ons van de plank in naar binnen lopen. En toen we in de hal waren, een grote betonnen hal, steen en beton, cementen vloer, waarin wij een paar duizend gevangenen verloren raakten. Zo groot was die hal. Dat was een vliegtuighal, waar ze vliegtuigen stalden. En er stonden plassen water van een gesmolten sneeuw overal op de grond. En daar de laatste Hollandse jongens die nog leefden, die zijn daar op de grond gestorven. Want er ging het woord, daar is een rivier, een ziekenkamer en er is een echte dokter. Dus daar liepen naartoe. Een dokter, misschien heeft hij, kan hem helpen. En terwijl ze moesten wachten voor de deur van de ziekenkamer, lagen ze op de grond in de plassen en in de besneeuw. We hadden sneeuw mee naar binnen gedragen, natuurlijk. En daar stierven ze. Ik zag daar Komprecht Nieuwweg liggen. En Walter Keus. En Dave Jacobs. Nog niet Dave Jacobs. Dave, hoe heette die? Jacob Davids. Ja, Jacob Davids. En nog meer van de jongens van ons, waar we een paar jaar samengeleven hadden, die zijn daar op die vloer gestorven. Jochem Kreeveld lag erbij. We kregen daar soep en brood, waar we op aanvielen als wolven. En we moesten maar een plaats vinden om te gaan liggen. Toen ben ik rondgegaan en heb verloren geraakte dekens opgeraapt. En onze eigen dekens. En zo goed mogelijk een bed gemaakt tegen de muur. En ik zei tegen Appie, laten we daar maar samen gaan slapen. En even later is hij opgestaan, want hij wou wat aan zijn rug laten doen. Hij kon niet meer. Hij liep met een kogel in zijn rug. En dat was het laatste wat ik van Appie gezien. Hij, terwijl we daar zouden gaan slapen, zei ik ga nog even naar de ziekenkamer. Misschien kan de dokter me helpen. En hij strompelde daar naartoe. En ik heb hem daarna niet meer teruggezien. Uit Oranienburg ben ik levend uitgekomen. En Nico Rijksman en Loetje Rood. In de massa heeft hij zijn broer teruggevonden, zijn jongere broertje teruggevonden. Die van een ander kamp was geweest. En zijn broertje was zo ziek dat hij naar een andere barak zou gebracht worden. Een zieke barak van Oranienburg, concentratiekampen. Die had ook zieke kamers natuurlijk. En toen is hij bij zijn broer, heeft hij zich ook ziek gemeld om bij zijn broertje te blijven. En ik heb hem alleen teruggezien naar het kamp. En dan hadden we David Kruisberg, onze oude kameroudste, die mij in zijn plaats had gedrongen. Die was daar nog levend. Maar de volgende dag ging er een sleperskar weg waar de zieken op moesten gaan liggen. En die werden weggebracht naar
weet ik niet. Ik heb ze nooit meer teruggezien. En er was Kruisberg op. En er was Herman Lezer op.